Vanaf woensdag is Matteo Simoni opnieuw op het grote scherm te bewonderen. Dan komt eindelijk de film Zillion uit en Matteo vertolkt de rol van pornokoning Dennis Blackmagic. Matteo vertelde eerder al dat hij daarvoor een flinke transformatie moest ondergaan. Zo moest hij maandenlang een keto dieet volgen en rondlopen met een ringbaardje. Verder bekende hij ook al dat hij erg diep moest gaan voor de rol en dat was ook heel erg zwaar voor zijn gezin. Echter onthult Matteo nu nog iets, want Dennis Blackmagic rookte heel veel. Zijn rol vertolken was dus niet goed voor Simonis Longen. Ik ben een gelegenheidsroker, maar ik ben echt mottig geweest, verklapt hij aan het laatste nieuws. Het zou zelfs zo erg zijn dat er niet één scène in de film zit waarin hij niet aan het roken is. Echter moet de lengte van een sigaret bij elke scène kloppen, dus na elke herneming volgde een nieuwe. Ik raakte gaandeweg de opnames echt gedegoteerd en nadien ben ik lang gestopt, geeft Matteo toe. Oh, mijn mama gaat dit echt niet graag lezen, zegt hij al lachend.